Dit is het DRTV nieuws van vrijdag 25 januari met vandaag. Dansen op de werkvloer. Lammert Voos reageert op kritiek. En wat te doen met de koopzondag. Dansen op de werkvloer. Zo heet de expositie die gisteren is geopend in het Deventer Architectuurcentrum Rondeel. Aansluitend was er op de avond een forum waar verschillende partijen en burgers met elkaar in gesprek gingen. We hebben een tentoonstelling over transformatie van lege kantoorpanden. We hebben dat genoemd dansen op de werkvloer, omdat er heel veel ruimte over is waar niets mee gebeurt. En daar willen we iets over laten zien. Maar met name ook over denken, over praten, over discussiëren. Gisteravond hebben we een lezingenavond gehad. Een aantal inleidingen vanuit de gemeente, de makelaardij, de projectontwikkelaar, de architect. En daarna een discussie tussen de mensen, de bezoekers en de inleiders. Dat gaf hele leuke gesprekken. We hebben met name gesproken over wat kan je er nou mee. Hè? Want je constateert dat er heel veel lege kantoorpanden zijn. In Deventer, ja, 17-18% staat leeg. Daar moet je iets mee. Je kunt dat laten staan, je kunt dat laten verpauperen. Maar mooier is natuurlijk om daar een nieuwe invulling aan te geven. Nou, we laten in de tentoonstelling zien wat voor mogelijkheden er zijn met nieuwe invullingen. En we hebben gisteren met name gekeken in de groepen van ja, hoe kan je nou samen een transformatie aanpakken. Ja, en zijn er gisteren dan al resultaten geboekt en er al eventuele samenwerkingen gesloten? Nou, samenwerkingen gesloten, dat is denk ik nog een stap te ver. Maar aan het eind van het verhaal was wel zo dat we hebben gezegd, nou, dit en dat zijn een aantal mogelijkheden. Ja, wat kan je dan? Er werd bijvoorbeeld voorgesteld om een stuk te laten verloederen. Te zeggen, nou, we hebben een terrein, daar is erg veel leegstand, laat dat maar vervallen. Laten we maar zorgen dat dat leeg komt te staan. Nou, daar was de gemeente natuurlijk heel erg op tegen. Als we kijken naar bijvoorbeeld Detroit, daar is de bevolking gekrompen van 2 miljoen inwoners naar 800.000 inwoners. Alleen al door het vertrek van de automobielindustrie. Dat betekent dat er enorm veel leeg staat, dat er autospuiterijen in de theaters zijn daar. Dus daar wordt enorm getransformeerd. Dus er zijn ook heel veel voorbeelden in het buitenland waar je naar kan kijken. Ja, als je zeg maar laat verpauperen en verloederen, dan wordt het waarschijnlijk uiteindelijk gesloopt. Dan worden de panden gesloopt waar misschien nog wel waarde in zitten, die nog lang niet zijn afgeschreven. Wie gaat dat verlies nemen? Ja, dat is de grote vraag. Want dat alles draait om geld. In die panden zit geld van de belegger, zit geld van de eigenaar, zit misschien ook wel geld van ons als pensioengerechtigden. Dus het is de vraag van wie gaat dat betalen? Is het ook bekend hoeveel wat voor waarde er in die kantoorruimte zit en die we misschien wel voor verlies moeten nemen? Ja, een hele goede vraag. Die kwam er gisteravond ook. Dat is niet in geld uit te drukken. Dat zijn zoveel miljarden. Zullen ongetwijfeld cijfers van zijn, maar ik ken ze niet. De expositie is tot en met 28 februari te zien in het Rondeel aan de Stroommarkt 18C. Stadsdichter Lammert Voos heeft in zijn laatste gedicht Toegevoegde Waarde vraagtekens gezet bij zijn eigen functie als stadsdichter. Hij vraagt zich in het gedicht af of Deventer eigenlijk wel een stadsdichter nodig heeft of dat deze functie totaal overbodig is. Het gedicht is een reactie op de vele kritiek die Voos in de afgelopen periode op zijn gedichten heeft gekregen. Kritiek is op zich niet zo vervelend. Nee. Niemand vindt kritiek leuk. Als kritiek opbouwend is, dan is daar niks mis mee. Mm-hmm. Maar ik vind het wel vervelend om continu scheldkanonades over me heen te krijgen geen argumenten hebben of zo. Totaal niet onderbouwd dus. Ja. Ondanks alles denkt Voos er niet over om te stoppen met het stadsdichter zijn. Go Ahead Eagles stelt de verbouwing van het stadion de Adelaarshorst uit. Op dit moment vindt ze de verbouwing financieel onverantwoord. Dat heeft te maken met het strikken van sponsoren voor de skyboxen.
geld dat nodig is voor de verbouwing. Het is niet zo dat de verbouwplannen volledig van de baan zijn. Volgens de Eagles gaat het om uitstel en niet om afstel. De gemeente heeft een optieovereenkomst gesloten met hotelketen Van der Valk om zich te vestigen op het bedrijvenpark A1. Wethouder Robin Hartog-Heijs liet vanmorgen tijdens de wekelijkse persconferentie weten dat het een groot hotel wordt op een bijzondere locatie en dat Van der Valk mogelijk een aanjaagfunctie kan hebben voor het terrein. Van der Valk begint pas met bouwen als de werkzaamheden van Van der Valk in Zwolle en Enschede is afgerond. Volgende week houden Van der Valk en de gemeente een persconferentie en zullen meer details naar buiten komen. Er komt in Deventer minder preventief toezicht op straat. Door rijksbezuinigingen moet de gemeente fors bezuinigen op toezicht. Team Toezicht zal zich vanaf nu voornamelijk blijven richten op vermindering van jeugdoverlast, parkeeroverlast en het dumpen van afval. De consequentie is dat het toezicht op en rond de spoorbrug, Wilhelminabrug en de IJsselstrandjes vervallen. De wijkrondes vallen af en er komt geen actief toezicht meer op hondenpoep. Team Toezicht blijft dus voornamelijk actief in de binnenstad en andere hotspots waar nodig op basis van de algemene plaatselijke verordening. Koopzondagen. In heel Nederland leidt over dat onderwerp een discussie op. En dat is niet anders in Deventer. In het huidige regeerakkoord worden de gemeentes in de gelegenheid gesteld om zelf te bepalen hoe om te gaan met zondagopenstelling. In Deventer is er verdeeldheid over dit onderwerp. Voornamelijk de kleine ondernemer ziet 52 zondagen per jaar open, niet zitten. Wij spraken met Henk Scharp, voorzitter van het MKB, over de huidige situatie en de toekomst van koopzondagen binnen de gemeente. Het is een hele moeilijke discussie. Een deel van de winkels wil graag open. Als je kijkt naar de grootwinkelbedrijven, elke zondag, alsjeblieft. Er staat tegenover de kleine detailist die op een gegeven moment zegt, jongens, ik ben al 6 dagen in de week open. Ik krijg een personeelsprobleem wat de bezetting betreft. De tendens zal wel zijn, verwacht ik, dat in de komende 5-6 jaar er is steeds meer een verschuiving naar die openstelling op die zondag gaat komen. We hebben nu een beperkt aantal gehad, 16. Die 16 zijn allemaal goed geweest. En waarom waren ze goed? Omdat iedereen eraan meedeed. En ik denk voor een koopzondag waar alles open is, dan werkt het. Op het moment dat je een koopzondag hebt, dat met name al die kleine detailisten, en zeker in een stad als Deventer, waar we het echt ook wat bezoek moeten hebben, niet alleen van de grootwinkelbedrijven, maar zeker ook van onze kleinschalige winkels die we in de Overstraat, in de Nieuwstraat, in Engelstraat, in de Broederstraat hebben. Ja, die zijn heel bepalend of dat publiek dan wel komt of niet komt. En als de helft ervan dicht is, dan blijft het publiek ook weg. In zijn algemeenheid bestaat natuurlijk ook het beeld dat de macht van de grootwinkelbedrijven veel groter is als waar die kleine detailist er tegenover kan zetten. Alleen op het moment dat ik ze er echt van kan doordringen dat we hier met een gezamenlijk belang te maken hebben, zowel grootwinkelbedrijf als detailist, als supermarkt, noem het maar op, en dat we samen voor een bepaald doel staan, kijk, krijg ik ze zover, dan geef je ook ruimte met elkaar. Dan denk je ook met elkaar mee en dan heb je ook de bereidheid om elkaar mee te denken. Mocht door de politiek besloten worden elke zondag om te turnen in een koopzondag, dan is het volgens Scharp niet ondenkbaar dat veel winkels dan op maandag de deuren sluiten. Nu zitten we op een vrijdagmiddag. Je ziet dat het hier loopt. Als je hier morgen om dezelfde tijd nog eens een keer gaat staan, is het nog aanmerkelijk drukker. Als er een koopzondag hier is die goed loopt, is het ook vergelijkbaar druk. Film dit eens een keer op een maandag. Dan zie je nauwelijks iemand. Dus je zult daar op termijn een stel verschuiving van krijgen. Die kleine detailist heeft natuurlijk één probleem. Die staat of met z'n eentje, of ze staan met z'n hooguit 3, staan ze in de winkel. En dan moeten ze 7 dagen in de week open. Nou, dan vraag je nogal wat van ze. Scharp benadrukt dat het MKB om de tafel moet met haar leden om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Deze bevindingen kunnen dan gedeeld worden met de politiek om zo tot een goed besluit te komen. 16 koopzondagen heeft afgelopen jaar uitstekend gefunctioneerd. Op het moment dat we dat gaan uitbreiden en we houden de kwaliteit van die koopzondagen zoals we ze de afgelopen jaar hebben gehad, dat gaat ten onder door het uitbreiden daarvan, dan nemen we een verkeerde beslissing.
Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten en stuur een mail naar redactie@deventerrtv.nl. Meer DRTV? Volg ons via YouTube, Facebook en Twitter.